Dit is dan een bijhotel. En die kan je kopen. Maar wij gaan er eentje maken. We hebben eigenlijk maar 4 dingen nodig. Bamboestokjes. Of ander materiaal waar gaatjes in kunnen. En als omhulsel zou je een oude theepot kunnen gebruiken. Een oud vogelhuisje. Of we bouwen zelf een huisje. Met een venenzaag op lengtes van 10 centimeter ongeveer. Zet de stokjes vast in het omhulsel. Dat kan in een bloempotje. Ik doe het met klei. Puur natuur. Dat is toch mooier dan plastic. Als je dit te veel werk vindt, dan is er een andere manier. Pak een blok hout. Het kan een stuk boom zijn. Een boor. Daar gaatjes in van 3 tot 8 mm. Zo gemakkelijk kan het zijn. Een hele makkelijke manier om een heel mooi bijenhotel te maken. Puur natuur. Onder een afdak, kamperfolie erbij. Op de zuidkant, heerlijk in het zonnetje. Ja, de motor, ideaal als je geen last wil hebben van files. Dit is wel een beetje een oud en vooral lawaaierig beestje. Maar vandaag ga ik 2 goede alternatieven testen voor de auto. Maar eerst ga ik even in gesprek met Arnoud Broekhuis van de AWB. Hier bij Kampen. Hoe is het met de files in Overijssel? Nou ja, minder dan voor corona, want wij kijken dus 2019, de periode voor corona, toen zagen we het best wel stijgen, ook ja. In Overijssel. Waar hebben we het dan over? Nou, 10-20% sommige punten en dat zagen we landelijk ook, maar sinds corona is het natuurlijk afgenomen. Ja. En we zitten nu ongeveer landelijk op zo'n 50% en Overijssel zit er iets onder met zo'n 45% files ten opzichte van 2019. Dus het is meer afgenomen dan, meer dan de helft afgenomen. Waar gaat het straks naartoe? Wat denk je? Nou ja, na die lockdown of na corona verwachten we best wel weer een stijging van het aantal files. In 2019 zagen we al fors stijgen en verwachten niet dat dat zomaar afneemt. Omdat de mobiliteit neemt nog altijd toe. Ja. Vergeet niet dat we per dag zo'n 135 miljoen kilometer rijden met z'n allen. De motor, andere voertuigen die wij gaan testen, de Carver, de Cooder, dat soort auto's. Juichen jullie dat toe van de ANWB? Tuurlijk, alternatieven om die files te wijden, die zijn natuurlijk prima. Jobert. Hey André. Wat heb je van moois? Ja, Cooder. Ja. Ja, had je ervan gehoord? Nee. Dit is de extra dimensie met meer wielen. Jeetje, dit is eentje met 3, zie ik inderdaad. Juist. En deze 4? Ja, voor nog meer stabiliteit. Als je een rijbewijs hebt gehaald voor 2013 voor de auto, kun je ook de dynamiek van de motor ervaren. Nou, hoe hard kan die? 130. 130. Ongeveer 250 kilometer rijbereik. Je kunt lekkere tochtjes maken. Ik moet nog wel tanken, zie ik. Hij moet elektrisch. Ja, die komt eraan. Ik ga even testen. Vertel jij de camera even waarom dit zo'n fijn ding is. Leuk, ga ik doen. Nou, het leuke is van dit voertuig, het geeft je het vrijheidsgevoel. En dat willen we allemaal. Maar het geeft je de mogelijkheden tussen die voertuigen die in de file staan. Het geeft je op B-wegen de mogelijkheden om te genieten van dynamiek, van meer wielen. Ondanks dat het geen vierwielen heeft, voelt het als een motorfiets. Volautomaat, lekker rijden en genieten van de dingen die ook in het leven kunnen, nog steeds. Hoppa! Het rijdt super eigenlijk. Heel stabiel, snel ook. Snel weg. Ja. Weet je, dat is die automaat natuurlijk, je hoeft niks te doen. Zo is het, CVT-automaat. En ik ben inderdaad even een beetje zo gegaan. Nou ja, niet zo ver als misschien wel kan, maar je voelt inderdaad dat je niet gauw omvalt. Nee. Wie gaan hierop rijden?
Ik denk de mensen die niet zo goed durven of niet zin hebben om een motorrijbewijs nog te halen. En die toch gevoel van vrijheid en gevoel hebben om nog iets dynamisch te doen met twee wielen, in dit geval dan vier wielen. Ja. En het autorijbewijs is het mooiste dat het toereikend is, vermits gehaald worden voor 2013. En de reacties van vooral dames die niet durfden, die durven toch. Ja. En ook, heel veel heren die misschien niet meer 30 zijn. Nou, ik ga nog wat leuks testen. Het staat daar al klaar. Het heet de Carver, zie ik. En het ziet er heel bijzonder uit. Kijk dan. Wendbaar. Alright. Wat is het? Ja, wat is het? Ja, het is geen fiets, het is geen auto. Het is eigenlijk de weg ertussenin. Ja. En een nieuwe mobiliteit, Light EV. Elektrisch, volledig elektrisch. 100 kilometer kun je ermee mee rijden. Voor maar 1 eurotje laden. Je kunt thuis laden, geen wegenbelasting. Het rijcomfort van een auto. Het gebruiksgemak van een auto. Maar de fun en het plezier van motorrijden, CQ scooterrijden. Ja. Dus echt nieuwe mobiliteit. Lekker in de stad, lekker wendbaar tussen al het verkeer door. Officieel zit je tussen de auto's. Maar het leuke is dat als het eens een keer vaststaat, kun je natuurlijk even stiekem het fietspad pakken. Nou, ik ben heel benieuwd. Mag ik eens proberen? Ik ga het proberen. Ja, helemaal goed. Stap in. En lekker overdekt, hè? Dat is ook wel lekker fijn. Overdekt. Ja. Druk op drive. Wow. Wow. Nou, Carver is echt een ideaal voertuig voor in de stad. En het leuke daarvan is dat je 45 km per uur kan. Je zit gewoon tussen de auto's. Het rijdt eigenlijk als een scooter. Alleen het voordeel is dat je bestuurt het als een auto. Wel gaaf zeg. Ja. Het is zo apart dat je echt helemaal zo kan. Je gaat helemaal kantelen. En het leuke is, je ervaart het niet alsof je scheef in het voertuig zit. Het voelt gewoon heel natuurlijk aan. Dat is wel het gekke, want ik zou denken dat ik bang ben om te vallen. Ja. Maar dat automatisch zit dat wel goed. Je voelt gewoon dat die stabiel blijft. Je blijft stabiel. Het is middenpunt vliegende kracht, zeg maar. Je blijft gewoon eigenlijk zo rustig rechtop zitten. Ja, dus het rijdt echt gewoon echt heel prettig. En nog een tip tegen fileleed. Ga gewoon vaker thuiswerken.